Gisteren in Lang Leve de Liefde, Guus wordt opgewacht door het vrolijke ontvangstcomité van Yvonne. Hallo, gefeliciteerd met de leukste emperor van de hele wereld. Nou, twee van zulke toffe meiden vergeet je nooit meer, toch? Heb jij zelf ook kinderen? Ik heb er één, 7 jaar. Leuk. Ja, en jij? Ilse weet pijnlijk precies wat voor man ze wel wil. Krijg je het woord warm van mij? Nee, mijn droomman. Het liefste zou ik eigenlijk willen dat er een cowboy binnenkomt. Ja, helaas. Maar gelukkig gaat ze niet met lege handen naar huis. Dit is Lang Leve de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. De 32-jarige Celine komt uit Hengelo en heeft een zoontje van 4. Een heerlijk ventje waar ze super blij mee is, maar die haar ook super voorzichtig maakt als vrijgezel. Want daten in je eentje is al kwetsbaar, maar met een kleintje thuis stelt dat gevoel opeens dubbel. Ik date niet zoveel. Ik ben heel druk met mijn kind. En ik ben heel bang als ik dan een vriend krijg en hij raakt gesteld op hem. En het gaat uit dat hij daar weer afscheid van moet nemen. Wat leuk. Nou, en dan zeggen mijn vriendinnen, Celine, doe nu niet zo dom. Jij bent er ook nog. Toen dacht ik, ja, gewoon al een keertje tijd eigenlijk. Het is toch wel saai zo alleen. Nou, het moet wel een spontane man zijn. Hij moet niet zo'n stil muisje zijn, want ik tetter de oren van iedereen's kop af. Hij moet er wel een beetje IQ hebben, een beetje dominant zijn. Ik moet me niet vervelen. Ik vind bruin haar leuk. Dat het maar gewoon een goed lijf heeft. En niet zo eentje met zo'n zat in de bierbuik en zo. Wat vet. Ja, ik hoop dat hij mij een beetje veiligheid kan bieden. En dat hij ook voor mijn kind wil zorgen, want die hoort er gewoon bij. En als het niet klikt met mijn kind, dan is het gewoon klaar. Mijn zoon die zal altijd op nummer 1 blijven staan. Met Johnny. Tuurlijk, maar de komende 24 uur draait alles om onze Alexander, oké? Hij is 38 en komt uit Batman. Zijn relatiestatus staat nu een jaartje op vrijgezel. En die tijd heeft hij gebruikt om eens goed te researchen wat liefde nu eigenlijk is. Liefde is... Ja, dat staat bij een vriend van me op een tegeltje. Dat is niet iemand waar je mee kan leven, maar waar je niet meer zonder kan leven, zeg maar. Ik zou graag iemand willen om... ja, gewoon die je vol kan vertrouwen en inderdaad lekker mee kan vrijen. Dat mis je dan toch wel, hè? Veel vrienden van me die zijn gaan settelen, die hebben vrouwen, kinderen, dat soort dingen. Ik hou wel van de slanke dame. Gewoon een lekkere kont, mooi koppie. Lang haar vind ik mooi, maar dat groeit wel. En dan hoeven niet eens grote bossen valt niet eens op. Dus dat hoeft niet zo groot. Hey, hoi, mijn date. Mijn knoffer ligt hier al, waar je in mag neuzen. Ook zit er een brief in wat mijn vriendinnen hebben geschreven voor jou. Wil jij deze voorlezen? En als je klaar bent, roep me even, dan kom ik eraan. Kusjes, Celine? Denk ik. Zal wel niet goed zijn. Oh, spannend. Jouw date is Celine, 32 jaar en woont in Hengelo. Samen met haar zoontje John van 4 en haar Engelse steffer Ted. Ze gaat voor ons door het vuur en verwacht van jou dat je bij haar vlammetje zal aanwakkeren. Nou, dat is te hopen. Nou, dan ga ik maar eens roepen en dan gok ik op Celine. Heb je goed? Ja? Ja. Nice. Tadaa. Hoi. Hoi. Alexander. Celine. Ja, leuk om het echt te zien. Ja. Ik heb ook wat leuks voor je meegenomen. Oh! Maar ik kom zelf, ja, ik weet niet of je het kent, Batman. Ja, ja. Dat ken ik wel. Maar het ligt vlak bij Deventer. Dus... Ligt bij Deventer, ja. Ik heb wat voor je gekocht. Deventerkoek. Ik weet niet of je het lekker vindt. Ja, dat vind ik wel lekker. Ja? Ik had nog wat verrassingen. Oh ja? Klein souvenirtje waar ik allemaal op ben geweest, zeg maar. Het is wel lekker kids, hoor, maar... Kijk, deze heb ik in Praag gekocht. Moet er ook echt zijn geweest, hè? Kijk, en dit is Gadameer, Frankrijk, denk ik. Goh, echt? Venetië. Dit was Zuid-Afrika. En waar heb je die dingen dan thuis staan? In de gang heb ik zo'n dingetje, zo'n heksen boven op de plank staan. Ja. Dus dat. Moet je mij nog op de foto hebben? Wil je dat? Nou... Ja, ik vind het wel leuk, maar... Voor je dochters is het leuk, toch? Ja, tuurlijk. Doe hem samen of weer echt alleen op de foto? Maar niet uit. Doe maar samen, toch? Dat is het leukst. Even draaien. Kom jij bij mij of kom jij... We zijn er. Dan gaan we het krijgen dadelijk. Ja. Wat is zo de eerste indruk? Ja, mijn eerste indruk. Je bent anders dan waar ik normaal dingen mee doe. Ja. En jij? Nou, op zich wel een goede indruk van jou. Maar normaal val je een beetje op bad boys. Ja. Dat kan ook een smaak zijn. Ja, dat klopt. Zijn er al dingen geweest waarvan je denkt, nou, dat vind ik toch niet zo? Nou ja. Ja, ik kan het me ook niet voorstellen, want ik ben gewoon echt heel leuk. Maar, nee, maar heb je echt specifieke dingen doorgegeven? Geef serieus, hè? Ja, gewoon gezellig. Check. Ja, voor de rest is het gewoon een gevoel. Het is lastig te beschrijven. Ja, ja. Binnen die eerste welbekende 10 minuten al denk van, nou, daar kan ik wel iets mee. In de zin van, weet je kan met elkaar praten en zo. Dat je dan al gewoon heel ver bent. Nou, meestal weet ik dat binnen 30 seconden al... Ik dacht, ik neem dat ruimer. Ja. Ja, maar goed, ik zat niet bij die 30 seconden ben je doorgekomen. Zeker wel. En wat is de volgende mijlpaal bij jou? Het uur heb ik ook wel overleefd. Ja. Ik kook al voor je. Ik doe ook al heel wat. Ja. Nou, je moet het nog maar afwachten tot het lekker gaat zijn, hè? Ja. Is het ineens gewoon stil? Ja. Kijk eens aan, meneer. Dank u wel, mevrouw. We hebben voor vanavond op het menu staan een biefstuk, medium rare... met gebakken champignons, aardappeltjes met uitje en een spekje. Ik doe het ervoor. Eet u smakelijk. Dank. Oh, en heel aangenaam, leuk gezelschap. Ja. Oh ja, fijn. Uiteraard. Dat is belangrijk. Wil jij wat drinken? Nee. Oh, succes, prettige wedstrijd. Sorry, eet smakelijk. Je proeft de som. Mm-hmm. Niet te rauw. Guus kijkt niet heel erg enthousiast. Maar vergeleken met Celine lijkt hij bijna dol verliefd op zijn date. Dat stuk stokbrood krijgt meer aandacht dan die arme Alexander. Wat kan ik doen om je geliefd te laten voelen door mij? Nou ja, intimiteit, hè? Knuffelen. Dat soort dingen. Mis je dat nu al? Nou ja. Nee? Nee, je vraagt... Nee, ja, maar, ik ga gelijk door, weet je. Niet iedereen is meteen van het aanraken en het dingen doen. En dat kan best wel een ding zijn. Ik laat het altijd van de vrouw afhangen. Geef je date een kus. Nou, kom maar. Nou, wie slaat waar? Oh ja, zoek nog een punt. Je muntje. Pak je muntje. Wacht even, wat is de vraag? Dan moet je zeggen, ik slaap in het bed. Wil jij gooien? Slaap ik in het bed. Ik heb er toch echt een yes staan. Uit het bankje, schat. Ja. Ik vind het een leuke match. Ja, zo. Ja ik vind het ook wel heel gezellig. Ja, past goed bij elkaar. Ja. Hey, hoe gaan we doen slapen? Maar wij niet. Nog samen beneden staan? Ja. Ja. Nou, slaap lekker zou ik zeggen. Dat gaat mij wel goed lukken. Hey. Slaap lekker. Kleine dondersteen. Ik zie je morgen. Ja, het is goed. Hé, hey, slaap lekker. Rusten. Nou, slaap lekker. Spelletje. Voel je een grote aantrekkingskracht tussen ons? Waarom wel of waarom niet? Nee. Niet, dat klinkt nog niet. Nee. Alles onder controle? Ja, ja, ja. Hoe was het ook weer? Gewoon zo, toch? Nee, niet zo. Die is wel mooi. Croissantje wil ik. Oeh, met jam of verse aardbeien? Ja. Nee, met jam. Oeh. Zoiets? Ja. Ah. Top. Kijk eens aan, jonge dame. Dank u wel. Complimenten van de kok. Och, dank. Ik heb ook helemaal geen honger. Gewoon niet. Yvonne heeft Guus gisteravond getrakteerd op biefstuk. Het begin van een leuke avond die eindigde bij elkaar in bed. Dus Guus heeft alle redenen om vandaag eens even goed uit te pakken met een grandioos ontbijt. Lekker. Celina had na één blik op Alexander al gegeten en gedronken. Leuke vent hoor, maar niet voor haar. Het is alleen niet helemaal duidelijk of Alexander doorheeft dat zijn date er zo al 23 uur en 55 minuten in staat. Ik vind een leuke meid. Ziet er goed uit. Dank je. Nee, maar ik zei je direct al, je bent echt een totaal ander type dan wat ik normaal opval. Ja. Ja. Waarom word je op de ene wel verliefd en de andere niet, hè? Ja. Nou ja, dan word ik sowieso niet zo snel verliefd. Maar dat gebeurt niet zo snel. Nee. Maar dat is misschien echt ook wel een uitdaging. Tegenovergestelde. Dus ja, ik vond juist niet zo heel veel raakvlakken. Ja, nou, dan kijken we daar wel anders tegen. Juist dat we behoorlijk verschillend zijn. En, vanochtend toen ik wakker was, ik denk, nou, kunnen we nog wel een dag aankijken? Nee. Ik heb gewoon geen vervelende dag gehad. Ik heb niet het gevoel dat een van ons hier echt met tegenzin heeft gezeten en een roddelavond heeft gehad of wat dan ook. Ja. En ik had ik was aan het aftellen. Wat? Ik was aan het aftellen. Ja. Ja, dat mag je gewoon zeggen, hoor. Ja. Nee, ja, dat had ik gisteren al. Ik dacht, oh, ik heb hier echt geen zin in. Nee? Nee. Dat is zo erg? Ja, ja. Heb ik het dan heel anders beleefd dan jij? Ja. Ja, waarschijnlijk wel, hè? Ja. Nou. Ja. Nou, dat kan, hè? Dat was gieren de banden naar huis. Nou, zo erg was het nou toch ook weer niet? Ga ik lekker naar huis. Spannend. Lekker naar mijn vriendinnetjes. Ja. Ja, je kan het ook allemaal niet forceren. Ik moet wel zeggen, ik snap misschien wel op papier waarom ze ons bij elkaar hebben gezet. Ook dat snap ik niet. Nee? Dus ik ben totaal anders als... Ja. Ja. Ja, wat ik net ook al zei, het is, je kan het niet forceren, het is wat het is. En niet geschoten was altijd missen. Nou. Hey, doei hè. Ja, fijne dag verder. Ja, hetzelfde. Niks vergeten, hè? Nee, niks. Dat hoop ik niet. Celine gaat misschien met piepende banden weg, maar komt ook met piepende banden terug als jij die badboy bent die haar 24 uur lang helemaal gek wil maken. Alexander heeft een paar signalen gemist, maar ook laten zien dat hij wel een stootje kan hebben. Zag jij in hem juist meteen een potentiële match? Grijp dan nu je kans en meld je aan. Bij de buren wil het ook nog niet echt loskomen. Maar waar dat dan ligt? Ze hebben duidelijk interesse in elkaar. Maar Yvonne is een pittige tante en Guus iets meer van de afstand. En dat maakt dit koppel nogal lastig te peilen. Ik ben echt heel erg gekwetst in de liefde. Ik ben echt heel stoer. Ik red het allemaal wel. Maar er is ook nog een stukje Yvonne die echt het kleine meisje is... en die gewoon die arm om de schouder heen wil. En die af en toe gewoon even dat nodig heeft. Ja. En dat is wel waar ik nu hier in het huis ook wel tegenaan loop. Dat ik wel denk, weet je, van dat je ook wel van het knuffelen bent. En toen zei ik echt nog op de bank, mis je dat dan nu niet? En toen zei hij, nou eigenlijk niet. Nee, dan denk ik weer aan een thuissituatie van... ja, maar ik heb dan toch heel veel liefde van mijn zoon, die knuffels, weet je. Ja, maar ik ben jouw zoon niet. Nee, nee, nee. Ik wil niet de rol van jouw zoon. Ik ben heel passioneel. Ik ben echt heel erg van... normaal altijd, ik wil aanraken, ik wil even voelen. Weet je, gewoon even dat gevoel hebben van, het is goed. En dat is niet dat ik altijd maar bevestiging zoek. Maar dat is wel iets wat je gewoon samen hebt. Ja. En je hebt die vraag al 3 keer gesteld, dus kom. Kijk. Hoe voelt dat? Ja, goed. Ja? Dat hoopte ik al sinds gisteravond. Echt waar? Ja. En, nou, zit dat? Ja. Maar wat is jouw gevoel nu? Eerlijk. Ja, ik vind het wel heel lastig om nu te zeggen van ja, ik heb vlinders in mijn buik of zo, weet je. Maar ja, dat kan niet. Dat kan ook niet. Serieus, weet je. Maar zou het kunnen komen? Ja. Ja. Maar dan moeten we wel die diepgang ingaan en praten over wat je wil. Gevoelens. En, ja. Ja. Ik ga er opener voor staan. Ja, gewoon. Zo? Ja. Uren volhouden. Uren? Ja. Jij niet dan? Nee. Vond het nou gek voor jou? Nee. Ah. Voor jou wel dan? Nee. Nou. Eigenlijk niet. Nee. Dit is Bowie uit Leusden. Hij is 26 jaar en nu zo'n 2 jaar vrijgezel. Veel te lang, want iedereen om hem heen lijkt de liefde wel heel makkelijk te vinden. Ik mis het wel om een relatie te hebben. Mensen gaan trouwen, mensen krijgen kinderen. Zelfs mijn broertje krijgt een relatie. Dan merk je het toch wel bij jezelf dat je toch wel iets mist. Echt gewoon iemand die je 100% vertrouwt buiten je ouders om. Waar je gewoon alles tegen kan zeggen en alles mee kan doen. Maar alles even een beetje klaarzetten. Vanuit mezelf vind ik het moeilijk om de overstap naar flirten te maken. Mooie dame, laat ik mee praten. Nee, misschien toch niet. Heeft ze misschien een vriend? Nee, toch niet. En om een of andere reden klap ik gewoon dicht. Ik moet wel zeggen dat ik vooral een beetje val op de dames met lang / beetje medium haar, om het zo te noemen. Je moet wel een beetje van de gezelligheid zijn. Ja, of je nou meegaat naar een escape room of dat je even lekker op de bank wil zitten. Die gezelligheid wil ik wel een beetje erin hebben. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar Danu ziet er gezellig uit, toch? Ze is 25, komt uit Schorrel en is gek genoeg al 6 jaar niet aan de haak geslagen. Ik flirt heel vaak zonder dat ik het door heb. Dat hoor ik echt heel vaak. Mijn broertje zegt dat altijd, zo van, Danu, je doet het weer. Ik denk omdat ik gewoon heel vrolijk ben en ik ben ook wel echt zo'n knuffeltype die gewoon iedereen gaat knuffelen. Dat heel vaak verward wordt met flirten. Ik denk dat ik nog niet de juiste ben tegengekomen omdat ik echt super kieskeurig ben. Ik voel me over het algemeen aangetrokken tot mannen die een zelfverzekerde uitstraling hebben. En qua innerlijk vind ik het echt heel fijn als ik gewoon diepgaande gesprekken met iemand kan voeren. Als hij blij is met zichzelf, blij is met het leven dat hij leidt. Ik denk als ik verliefd ben dat ik dan sneller heel veel ga praten en nog meer ga lachen. Ik heb echt 15 verschillende soorten giecheltjes. Mijn broertje kan ze precies onderscheiden zo. Oh, dat is je ongemakkelijke giecheltje. Oh, dat is je ik vind je leuk giecheltje. Hallo. Wat leuk om je te zien. Zeker. Ik zou je altijd trillen, joh. Aangenaam. Ja, Danu, hoi. Wat was je naam, sorry? Danu. Danu? Ja, echt een lastige naam, ik weet het. Nou ja. Mijn ouders hebben het zelf bedacht. Die dachten, we doen dus even creatief. Nou, die van mij hebben het wat makkelijker, die hebben het uit een film. Wat is jouw naam nou? Bowie. Oh, net zoals de zanger Bowie. Nee, Bodie. Oh, Bodie. Met een DH. Oh, wat stom. Kijk, dit ga je de hele tijd met mij krijgen waarschijnlijk. Nou, ik heb wel redelijk wat voor je meegenomen, mocht je het leuk vinden. Oh. Begin maar gewoon lekker met de kaart, zou ik zeggen. Hallo, lieve Match. Wat tof dat jij samen met mij dit avontuur aan wilt gaan. Laten wij samen gaan ontdekken of wij de komende dagen dichter tot elkaar kunnen komen. Verwacht niets anders dan verrassingen en lieve woorden. En hopelijk een periode die ons allebei voor eeuwig zal bijblijven. Oh, dat is zo lief. I appreciate it, dankjewel. Oh, je hebt echt je best gedaan, man. Ik wilde wel een beetje all in. Het ding is wel, je mag hem op dit moment kan je hem nog niet openmaken. Ah. Want daar moet je zelf nog een beetje naartoe werken. Het is een soort escape room. Ja. Ik heb alvast wel 2 sleutelobjecten voor je waarmee je aan de gang kan. Ga je me helpen of moet ik het allemaal zelf doen? Je gaat het toch grotendeels zelf moeten doen. Ik moet een woordzoeker gaan doen. Innerlijk. Spelen. Nou, spelletjes spelen, of course. Gaat goed, hè? Oh, alleen seks nog, lol. Oh, hier zo. Hey, I did it! Dan kan je hem nog steeds niet openmaken. Nee. Volgens mij heb ik daar dit ding voor nodig, gok ik. Nou, hoe lastig kan het zijn? Open? Oh, I did it! Hey! Hey, dit gaat lekker. Wereldrecord. 1, 2, 3, 4, 7. Gaat hij open? Ja! Oh jee! Ik heb het gedaan. Boksen. Wow. Weeyo. Maar je bent er nog niet. Want nou kan je nog kijken wat erin zit natuurlijk. Oh. Een dekentje. Altijd goed. Ik hou van dekentjes. Ik ben echt die chick die gewoon met 30 graden nog onder een dekentje zit. Lego. Oh my god. Ik wil je toch iets geven wat langer blijft. En oh, aangezien het zijn bloemen nog wel eens verwelken, kan je deze toch al wat langer bijhouden. Zo grappig. Je bent echt origineel, man. Ik heb dus ook nog wat voor jou meegenomen. Het is niet zo uitgebreid als jij voor mij, maar hey. Zal ik hem maar gelijk even openmaken dan? Ja, tuurlijk. Ik dacht, wat zijn nou dingen waar ik zelf blij van word en waar jij hopelijk ook blij van wordt? Dus toen dacht ik, dan past dit wel. Ik heb me echt uitgesloten. Maar vind jij het nou ook wel anders? Ja, dat is toch wel... ja. Voel je ook op je gemak? Ja. Wat heb jij nodig? Liefde. Ja, maar liefde kan je op heel veel manieren hebben. Je kan ook liefde van een hond en een kat hebben. Je liefde van je kind, dat heb je al. Ja. Ja. Wat zou ik als partner jou nou kunnen geven? Welk gevoel? Wat moet ik doen om... Vragen naar gevoelens en gewoon hoe voel je en dat soort dingen. Vind je dat niet vervelend? Ik denk het wel, ook enigszins. Maar ik denk ook wel dat het goed is voor mij. Ja, ik ben wel een heel verlegen jongen, zou je niet zeggen. Nee. Nee. Ik ben ook geen Casanova geweest vroeger. Weet je, ik ging gewoon uit voor de gezelligheid en niet op vrouwenjacht. Desondanks had ik wel... en ook de lelijkste niet. Dus ja, weet je, dat gaat vanzelf altijd. En ik heb er ook nooit echt veel moeite voor gedaan. Nee? Nee. Oh, moet je mij wel doen. Ja. Morgen is Guus juist wel of juist niet op zoek naar een powervrouw. Ben ik dominant? Ben ik overheersend via mijn overweldigheid? Of vind je dat juist wel heel fijn? Heerlijk. Ik gooi nu heel vaak zijn dingeltje uit, weet je? Ik wil niet continu... ja, dit is voor mij echt het ding. Tot morgen.